Goed mensen, ik ben allemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Permod Pack. Jongens, ik heb er hartstikke veel zin in. De ene laatste aflevering is dit alweer. Morgen is de laatste. En dan ga ik een toertje doen door alles wat ik heb gemaakt. Wat ik mee heb gemaakt. Even naar de andere kant van de wereld weer. En gewoon even naar de Millionaires kijken. Wat we deze aflevering gaan doen, jongens. Ik ga heel de Permod Pack seizoen 1 even een recap maken. Nou, eigenlijk niet echt een recap. Ik ga gewoon laten zien wat voor blokken er eigenlijk allemaal zijn. En wat voor items we eigenlijk allemaal hebben gemist. Die wij deze 130 afleveringen ongeveer hebben gedaan. Dus explosies, wapens, speciale blokken. Die gaan we allemaal even kijken in deze aflevering. Want ja, ik denk van, ik kan wel nog meer dingen gaan bouwen en zo. Maar dat heeft eigenlijk ook helemaal geen zin. Dus misschien is dit wel vet. We gaan gewoon even kijken wat voor blok er is. Ik wil zeggen, allemaal doe alvast een blauw duimpje omhoog. Dat zou natuurlijk super tof zijn. En ik wil meteen even mijn serie. Die komt morgen als het goed is. Mijn serie wil ik even aankondigen. Dragon Age. Ik zou zeggen, check die serie. Die komt dus morgen online. Rond 9 uur in de ochtend. Ik raad die aan om te kijken. Super vet spel. De video van gisteren was ook even iets later van de PL Mod Pack. Want YouTube verwerkte heel erg langzaam. In ieder geval jongens, laten we gaan kijken wat voor speciale blokken we allemaal hebben. Dit zijn gewoon de normale blokken. Dit is de decoration blokken. En die heb je denk ik ook best wel hele vette speciale blokken in. Nee, toch niet. Dit is... wacht, ik moet denk ik naar mods kijken. Challenges. Dit zijn al monsters en zo. Ja, je hebt dus backpack. Wat is dit? Spawn King Slime. Oh, daar had ik het laatst over. Dit zijn de King Slime. Een Bucket of Life heb je ook nog. Een Demon Crystal. Oké, wat is een Demon Crystal dan? Used to spawn demons. Ik denk dat ik dat niet kan kijken. Wow, dit is een King Slime. En spawn Blue Slime. Bucket of Life. Ik weet niet wat dit is. Dit ziet er heel erg raar uit. Dit is een Bucket of Life, jongens. Leven. Wow, dat gaat ver. Dat is net als water ongeveer. Holy crap. En wat nou als ik het in water leg? Wat gebeurt er dan? Dan blijft het gewoon rood. Ik vind het heel lelijk. Maar het is, je kan er wel leuke dingen mee maken waarschijnlijk. Even kijken. Ik doe even snel time set 0. Hoppakee. Dan wordt het weer even dag. En ik heb geen permission om het te gebruiken. Omdat ik natuurlijk niet in online mode zit. Wat is dit? Blood drop, slime drop, stretchy food van Tekken's Construct. Dat kan je denk ik eten. Denk ik. Ik kan het niet testen, want ik heb natuurlijk geen damage. Best wel heel vet. Tools. Hier kijkt waarschijnlijk iedereen naar uit. Of niet, want er zitten vet weinig items. Cloud in a bottle heb je. Je hebt een stick. Ik weet niet wat die stick is. Voor de rest heb je al enchant books. Wat is een stick? Wow. Oh my god. Dan kan je gewoon... Wat is van welke mod is dit? Metallurgy. Je kan gewoon zien hoeveel items erin zitten. Hier zit bijvoorbeeld in deze chunk zit 8 oor zilver, 16 oor zilver, 16 tim, 13.241 stones zit erin. Oh, dat is eigenlijk best wel heel handig om dit te maken. Wauw, dat is heel erg gunstig. Een stick. En een cloud in een bottle. Ik weet niet wat ik verwachtte. Het is gewoon letterlijk een cloud in een bottle. Wauw, dit gooi je en het spant gewoon overal spannen. Gewoon clouds. Heerlijk. Wow, en je gooit ze ook echt super ver trouwens. Maar die hoor je natuurlijk denk ik omhoog te gooien of zo. Denk ik. Ik weet het niet. Moet je kijken jongens. Dit is in ieder geval super vet. Allemaal clouds. Ik verpest nu trouwens wel een beetje mijn wereld. Daar heb ik niet over nagedacht. Ja, jongens, als jullie deze wereld willen spelen, moet je dit waarschijnlijk allemaal weghalen. En dat bloed ook. Daar heb ik er niet over nagedacht. Ik denk, misschien moet ik iets verder gaan dan om clouds te gooien. Maar je hebt in ieder geval daar wel mooie clouds. Ik bedoel, ik kan je meteen mooie meenemen. Je hebt er misschien best wel heel erg veel aan. Die gooi ik ook wel een cloud neer. Oké, leuk. Combat. Heel veel wapens heb je dus. Nou, deze speer en halberd, die hebben we allemaal gedaan. Ziet er best wel heel vet uit. Best wel badass wapen. Je kan hem omkeren, blijkbaar. Maar het ziet er best wel heel erg vet uit, natuurlijk. War Axe, nou, dit weten we allemaal. Blowgun. Reload time. Oké, dus hier heb je... Dit kan je schieten als het goed is. Alleen, ik heb daar geen items voor. Tenminste... Nee. Ik weet niet wat het doet. Maar ik kan in ieder geval niet schieten met dit ding. Misschien hebben we dit nog. Een dart. Misschien is dat wel handig om te hebben. Kijken, misschien doet hij het nu. Komt hij, hè? Yeah. Oké, dus deze doet 10 damage. En hier heb je allemaal verschillende darts. En het is van de, even kijken, Balkans mod als het goed is. Balkans weapon mod inderdaad. En dan hebben we natuurlijk dynamiet. De fire rod. Een cannon en een cannonball hebben we. Nou, dynamiet is pretty obvious. Bam, hoppakee, blaas dingen op. Een cannon heb je ook nog. En dan kan je cannonballs in doen. En ik weet niet hoe ik dit schiet. Spatie, nee. Left shift to dismount. Nee, ik wil... Ik wil schieten. Hoe schiet ik? Kan ik schieten met dit ding? Ik heb geen
geen flauw idee hoe ik moet schieten. Ik klik op alle knoppen. Alleen geen één werkt. Misschien Ctrl, Alt, Shift. ik denk niet dat dit werkt. Ik denk dat ik er niks mee kan doen. Tenminste, ik denk het wel. Alleen, ik denk niet dat het werkt. Misschien nog een keer. We gaan het gewoon nog een keer doen. Cannon, left shift to dismount. Nee. Oké. Okay. Maar je hebt in ieder geval een kanon. Vet. Ik kan er niks mee, maar heel erg vet. Blunderer shot. Boomerang heb je natuurlijk. Muskette. Hebben we natuurlijk ook al. Potion launcher. Oh, dit is eigenlijk best wel heel vet. Kan je dus met potions kan je die launchen. En hier, dit is gewoon een wapen. Kan je schieten. Pretty obvious. Dan gaan we verder. Brewing. Heb je al verschillende potions. Legendary mana restore potion heb je. Epic mana. Dus je hebt ook echt heel veel verschillende potions heb je. En dat is best wel heel erg chill. Hier splash potion of strength. Nou, dat is natuurlijk normaal. Oh my god. Dat vond ik natuurlijk de eerste. Hier bijvoorbeeld epic mana restore potion. Epic mana potion enzovoort. Dat is best wel heel vet. Dat je ook van die legendary en epic hebt. Materialen. Wat heb je hier dan allemaal nieuw? Helemaal niks eigenlijk. Ik kon dit eigenlijk beter de eerste episode doen. dungeon generators. Oké, dit is misschien wel leuk om te laten zien. Bijvoorbeeld, we willen hier een vulkaan hebben. Dan ga ik wel de wereld een beetje verpesten, wat er wel heel erg crap is. Nether City, Jungle Cave. Castle bijvoorbeeld. Kijk, dit heb ik dus niet in de wereld gezien. En raar genoeg, ik weet niet waarom ik dit niet in de wereld heb gezien. En ik weet ook niet waarom dit hier zit. Ik heb werkelijk geen flauw idee waarom deze mod het niet deed. Misschien omdat de wereld al gegenerated was. Waarschijnlijk niet, want anders zag je ze. Dus misschien spawnen ze ook niet op Biomes of Plenty. Het zou best wel kunnen. Laten we hier gewoon een vulkaan gaan plaatsen. Want dat is misschien nog wel spannend. En jullie hebben ook nog wat nieuws te discoveren. Rechtermuisknop. Generating volcano. Dat gaat waarschijnlijk een tijdje duren. Omdat het een heel groot gebouw is. Een hele grote vulkaan is het. Maar we zien jullie zo meteen wel weer als het gegenerate is. There you go. Hij is gegenerate. Hij wordt in ieder geval nog half gemaakt. Dat duurde niet lang. Het duurde ongeveer 10 seconden of zo. Maar there you go, guys. Je hebt nu een heel vulkaan heb je hier. En het is best wel badass. Denk je, overal lava komt er natuurlijk uit. En dat is natuurlijk best wel heel vet. Hij is wel open, though. Ik weet niet of dit klopt. Alleen, waarschijnlijk omdat hij niet gegenerate is. Nou, succes met je Barrenlands. Alles gaat hier in de fik nu. Maar ja, dat is in ieder geval wel grappig. Dan heb je tenminste nog een dungeon te exploren. Dit is een dungeon die we nog niet hebben gedaan. Heb je bijvoorbeeld een castle, heb je ook nog. En die castle, die ken ik wel. En deze is ook heel erg badass. Waar gaan we hem neergooien? Weet je wat, ik plop hem gewoon hier in de jungle. Dan hebben jullie hier ook nog wat te discoveren. Weet jullie ieder geval waar alle dungeons zitten. Dit zit trouwens, als het goed is, ook allemaal in seizoen 2. There you go, we zijn weer online. Ik raad het anders om geen castle neer te gooien. Want dan crasht mijn Minecraft. Ik heb ook een kleine rollback gehad, want nu zijn we hier weer. Maar in ieder geval, je hebt heel veel dungeon generators. En dat is best wel heel erg vet, zoals je ziet. We gaan nu door naar adventure items. En deze items heb ik ook niet veel gezien. Omdat die natuurlijk allemaal in deze dungeon zitten. Want ze zijn van dezelfde modpack. Of dezelfde mod. En tussen dacht ik... Ik weet het niet 100% zeker. Ik heb een paar gezien in ieder geval. Dan heb je allemaal van Turtle Boots. Dan heb je Mage Rope, Lich Rope. We gaan even kijken hoe deze eruit ziet. Ik denk dat deze best wel badass eruit ziet. Oh, nee, laat maar. Het lijkt net alsof ik een badjas heb. En ik zit ook gewoon net lekker in een badjas. Maar het lijkt net alsof dat ding in een badjas zit. Oh my god. Best wel heel erg vet, though. Je hebt ook allemaal heavily diamond of heavy diamond armor. Krijg je minder speed, is niet chill. Fire Spear heb je, Gun Spear heb je. Een mecha golem? Deze ken ik niet. Een mecha golem. Kan je erin zitten dan? Dat zou heel erg vet zijn. Ah, hij doet het niet. Ik plop hem neer, maar hij doet het niet. Misschien moet ik... Nee, hij doet het niet. Hé, laatst vind ik als. Wapens heb je. Windsmot, Morning Sword, Walk Sword enzovoort. Trickster Dagger, Ninja Dagger, Fire Spear. En een Mercenary Controller. Oh my god, alles staat in de fik. Oh god, what did I do? ik weet ook niet wat dit is, maar je hebt in ieder geval een bird, een ice ball helmet. Nou, je hebt best wel heel vet items. Blood magic, dat is echt super vet. En daar heb je heel veel items. Ik kan ze niet allemaal laten zien. Ik kan deze misschien wel laten zien. Bound axe, bound pickaxe, bound axe en bound shovel. En dan moet ik ergens aan bounden. En dat kan ik niet, omdat ik geen bloedding gebeuren. Oh, jawel. Oh, wow, dat werkt zo. Oké, dat wist ik niet. Wat? Oh, wacht. Oh, is dat... Oh, wauw. Dus als je probeert dingen tegelijk te maken, dan is zo'n shovel super chill. Je doet gewoon rechter muisknop. Bam. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Weg. Pickaxe. Even kijken. Kan ik die bounden? Misschien moet ik dan zo klikken of zo. Ik weet niet. Hoe kan ik deze bounden? Deze heb ik gebound. X heb ik ook nog niet gebound.
Ik weet niet hoe ik dit moet bounden. Maar in ieder geval, je kan het allemaal dingen kan je gelijk maken zo. En dat is best wel heel erg vet als je wil, gewoon dingen wil gelijk maken. Dat is best wel heel erg vet. Moet je kijken, bam, heb ik even binnen een paar seconden gedaan. En je hebt superveel, maar ook echt superveel dirt. Holy shit. Kan ik dat allemaal tegelijk weggooien? Nee, dat kan ik niet. Maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Volgende items, want dit is dus Blood Magic. Nou, je hebt er heel veel van. Het meeste heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Maar je hebt er wel heel veel. Energy Boom Bazooka heb je. Dat is natuurlijk Furniture Mod. Nou, dat kan ik allemaal wel laten zien. Alleen dat begrijpen jullie allemaal wel, weet je. Allemaal je envelop, een mailbox enzovoort. Dat ga ik ook allemaal in seizoen 2 gaan gebruiken. Dat is wel vet. Tenminste, ik weet niet of die erin zit. Mr. Crayfish, als het goed is, niet. Ik weet niet zeker. Dit is van die monsters. Die monsters die je nu ziet vliegen, daar krijg je allemaal deze items van. Meeste heb ik denk ik wel gehad. Er zitten niet geweldige items in. Maar het maakt het wel gewoon even wat speciaal. Zoals dit heb je. Nou, dat is wel natuurlijk wel even leuk. Of je er veel aan hebt. Niet echt. Ze gaan snel kapot. Maar ja, je hebt ze. En het ziet er best wel heel erg vet uit om even zo mee te schieten. En dat is natuurlijk super vet. Voor de rest heb je allemaal items, spawn items en zo. Best wel heel erg vet. In ieder geval, Magical Crops. Nou, dat kan ik allemaal wel laten zien. Alleen, dat begrijpen jullie wel. Essence Ho, dit schijnt echt super sterk te zijn. Een van de sterkste items. Dus die ga ik ook sowieso maken. Magical Crop Block. Nou, dus dit zijn alle blokken die je ervan kan maken. Nou, best wel heel erg chill. Dit zijn trouwens hele vette blokken, moet je kijken. Dit zijn echt misschien een van de vetste blokken die ik ken. Want moet je zien. Oh ja, yeah. Dat ziet er zo vet uit. Dat ziet er zo ontzettend. Het lijkt net alsof er liquid in zit. En dat vind ik zo super vet. Alsof er glowstone spul in zit. Maar ik vind het in ieder geval super vet eruit zien. En dus hier kan je ook hele vette. Als je bijvoorbeeld een weg wil maken, dan kan je dit zo heel vet doen. Dus dat is natuurlijk super vet. En ik weet niet. Ik weet niet hoe je ze ook moet maken, maar ik ga ervoor sparen. Want ze zijn best wel heel erg cool. Millionaire's Mod. Nou, daar hebben de meeste hebben we al gedaan. Obsidian X kan je maken en zo. Of kan je kopen. Een Yumibo. Maar dat ligt dan natuurlijk ook aan waar je zit. Nou, het meeste hebben we al gedaan. Je krijgt er niet superveel voor, maar je krijgt wel vette building blocks. Open blocks. Nou, dat kan ik eigenlijk allemaal wel laten zien. Alleen dat kan ik ook gewoon uitleggen. Hier heb je bijvoorbeeld voor je radio heb je hier een pointer. Nou, dat kan je neerleggen. Golden Eye. Ik weet niet wat een Golden Eye is, though. Kan ik wat doen ermee? GoldenEye? Ik heb geen flauw idee wat GoldenEye is. je hebt allemaal glasses. Je hebt een badass glass. Ik weet niet wat dit is als ik hem aandoe. Maar dan ziet het er gewoon badass uit waarschijnlijk. Yeah, een badass. Dus dat is op zich is dat ook natuurlijk wel lachen. Maar veel goede items heb je niet. Dit is eigenlijk een mod die ik er in heb gedaan. Alleen die het half deed. Dat is van de Soul Shards 2 mod. Seizoen 2 doet hij het helemaal volledig. Is hij helemaal goed. Alleen ik weet niet waarom hij ook niet deed in deze mod. Of modpack. Dus in ieder geval Soulcage kan je eigen farms neerzetten. En farms maakt super vet. Thorncraft. Nou, daar ga ik niks laten zien. Want dat weten we allemaal al. Ars Magica. Heb je ook hele vette dingen. Kan ik moeilijk iets laten zien. Omdat je dat allemaal moet craften. Nog meer Ars Magica. Aquaculture. Eigenlijk niet veel mee gedaan. Ga ik wel iets meer mee doen in seizoen 2. Of cam dan. Want het is eigenlijk gewoon. Je krijgt extra vis. Dit kan je allemaal gewoon vissen. En that's it. En je kan zieke items kan je krijgen. Alleen je krijgt heel veel raw fish filet. En daarmee kan je eten maken. Wat natuurlijk super chill is. Natura plants. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich. Je kan allemaal verschillende kleuren maken. En verschillende bomen heb je. En items krijg je erin. Wat best wel heel vet is. Natura trees. Deze is leeg. Ik weet niet waarom. Natura nether. Nou, dan krijg je deze blok in de nether. Biomes of plenty. Ontiegelijk veel blokken. Ontiegelijk veel nieuwe items die je kan krijgen. Honing. Heb je honing? Wow, dat is best wel heel vet. Liquid potion heb je ook. Je hebt honing. Blijkbaar. Wat ook super smooth is. En dan kan je erin staan. Dan krijg je slowness. Maar ja, dat kan je waarschijnlijk ook ergens voor gebruiken. Wat natuurlijk super vet is. Heel veel verschillende gras heb je. Je kan jar. Een honey jar kan je maken en zo. Je kan een pixie jar. Je kan zelfs een elfje kan je vangen. Wat super vet is. Een ancient staff. Ik weet niet wat dit is. A gateway to the promised land has appeared in the sky above. Wat? What just happened? A gateway to the promised land. What the fuck? What is this, guys? Zijn jullie klaar om naar de Promised Land te gaan? Here we go. Poef! Ik weet niet wat het is, jongens. Dit is de eerste keer dat ik dit zie. De Promised Lands. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Nooit van... Het is gezegd van... Hé, dit zit ook in een Biomes of Plenty. Ook niet van jullie gehoord. Ook niet op forums gekregen. No freaking way. Als dit een heel... Dit is ook echt... Is dit een soort aether? Lijkt wel op. Oh my god, dit is zo vet. Waarom krijg ik dit niet eerder te horen? Oh my god, look at this.
Ja, je krijgt heel veel lag, jongens. Maar ik... Don't worry. Je krijgt lag. Maar ik beweeg nog. Jullie laggen niet. Ik lag. Nou ja, de Minecraft lag. Laat ik het zo houden. Het begint ook nog te regenen. Dus kan ik beter uitzetten. Dat doen we even zo. Weather clear. Zo. Oh my god, het ziet er zo vet uit. Dus dit is... What the fuck? Dit wist ik niet eens. Loftwood leaves. En dan heb je een hele mooie... Oh my god, dit ziet er... En hier heb je allemaal elfjes. Look at this. Allemaal pixies. Dat is zo vet. Je hebt ontiegelijk veel creepers hier zo. En ontiegelijk... Oh, een beetje lag weer. Sorry jongens, ik doe niks. Ik haal mijn handen vanaf. Hij lagt. Maar die zijn ontiegelijk. Ik denk dat hij gaat crashen. Oh my god. Oh, nee, hij doet het weer. There you go. Ontiegelijk veel mana creepers staan hier van Ars Magica 2. Dit ziet er fucking vet uit. Dit ziet er serieus vet uit. Wat is dit voor oor? Celestial Crystal van Biomes of Plenty. Fucking vet. Hier hebben we in ieder geval nog heel veel te doen. Depleted Ancient Staff moet je nog maken. Better Barrels hebben we natuurlijk ook. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich. Het is gewoon storage, super vet. ME-systeem hebben we in seizoen 2. Misschien wat makkelijker. Barrels zitten er als het goed is ook niet meer in. Metallurgy. Nou, dat spreekt allemaal voor zich. Allemaal items en zo. Metallurgy. Falling Meteors. Meteors hebben we ook helemaal gedaan. Kan je allemaal verschillende allemaal maken. Wat best wel vet is. TC Construct. Hele vette mod. Ik vind hem alleen niet zo super cool. Het spreekt me gewoon niet veel aan. Heel erg handig. Alleen, ik ga er ook waarschijnlijk heel weinig mee doen in seizoen 2. Ik vind het gewoon, ja, saai. Ik vind het gewoon niet spannend. Het is, ja... Misschien ben ik het wel. Thormic Tinkering, sorry. Zorg ervoor dat je Thorncraft wat leuker is. Kan je allemaal leuke dynamische dingen, denk ik, maken. Waarmee je, weet ik veel, van punt A of naar punt B kan. Ik heb werkelijk geen flauw idee. Twilight Forest hebben we ook helemaal uitgespeeld. Super vet. Agriculture hebben we helemaal niks mee gedaan. Ik heb werkelijk geen flauw idee, waarom niet. Hele vette mod. Heel veel eten krijg je erbij. Zoals je ziet, ontiegelijk veel. Maar nooit iets mee gedaan. Ik vond het gewoon niet nodig. Maar ja, seizoen 2 hebben we allemaal andere leuke dingetjes. Bibliocraft heb ik wel mee gedaan. Chisel. Nou, dan kan ik wel ontiegelijk veel blokken laten zien. Alleen zijn er echt te veel. Enhanced Portals. Hier heb ik ook helemaal niks mee gedaan. Wil ik wel wat mee gaan doen in seizoen 2. Ik wil heel veel dingen in seizoen 2 doen. Waarschijnlijk komt het er ook helemaal niet van. Maar Enhanced Portals, heel vet. Als ik bijvoorbeeld van punt A naar punt B wil komen. Dan kan ik een portal maken. En dat is best wel heel vet. Alleen ik weet niet precies hoe het werkt. En dus zelfs work in progress staat er ook. Extra utilities, nou, spreekt een beetje voor zich. Je krijgt allemaal leuke items erbij, wat het gewoon net even wat makkelijker maakt. Zoals dus de Bulls Wand, item transfer, een generator, enzovoort, enzovoort. En upgrades, dus dat is natuurlijk super vet. RPG Armor, heb er nooit iets mee gedaan. Glitched ook. Ik heb wel wat mee gedaan, alleen hij glitchte en het deed het niet. Ik wil wel even zo'n cave gaan proberen. Ik denk dat het er best wel vet uitziet. RPG... Oh, nee, ik kom niet in RPG inventory. Oh, there you go. Oké, nog een keer. Dat gaan we nog een keer doen. Mage Armor, RPG. There you go. Ja, dan RPG inventory, please. Yes. En dan hebben wij een cape nu. En, oh, dat is ook echt gewoon zo'n cape. Best wel heel vet. Oké, nice. Nice. Carrying on. Necron Paladin Armor. Nou, dus dit is van dat dikke, maar ook echt dikke armor. Ik kan het wel even allemaal aandoen en laten zien. Maar dit is echt van dat zieke armor. Even kijken, RPG armor, there you go. Dan moeten wij de normale armor eens uitdoen, dat is wel handig. Poef, get out of my way. RPG, bam. Kunnen we dit aandoen? Oh wacht, dit moet gewoon hier, of niet? Yes, there you go. En dan RPG armor, moet het denk ik, moet deze wel hier? Yes, en dan deze niet. Moet je kijken, ik bedoel, hoe ziek is dit dan jongens? Heb je zo je zwaard en dan ben je een dikke warrior. Holy damn, check mijn schild dan, dikke skull. En dan heb je hier ook nog een necromancer skull. Ik weet niet wat je daaraan hebt. Maar in ieder geval, dit ziet er best wel heel badass uit, of niet? Dik schild heb je ook. Ik weet niet hoeveel damage deze doet. Ik denk dat deze net zo... Oh my god, ik ben wel echt super traag. Bam, hij is niet zo super sterk. Maar het is wel, het heeft wel een dikke range. Ik bedoel, ik kan vanaf hier... kan ik hem denk ik hitten. Moet je kijken, dat is echt ziek. Like, ze komen gewoon niet dichtbij. En je kan ze killen. Heel erg vet. Wat hebben we nog meer? Dit hebben we allemaal al gehad. En dan hebben we nog twee Rogue Beast Armor. Ik heb hier eigenlijk ook nog nooit iets mee gedaan. Ik heb het ook niet gevonden. Heel raar genoeg. En Vanilla Shield. Dat is eigenlijk gewoon een extra mod waarmee je een schild krijgt. Nou, is wel vet natuurlijk. Alleen ook nooit iets mee gedaan. Ik vind het nutteloos. Het is wel leuk om een schild te hebben. Maar ja, ik weet niet. Nooit iets mee gedaan. Het ziet er best wel heel vet uit. Super gaaf. Hè?
Mana Creeper. Jongens, ik wil in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken. Morgen de laatste aflevering, dan ga ik gewoon even overal langs en laat ik zien wat ik allemaal heb gemaakt. En ga ik gewoon overal een beetje langs en gewoon zeggen van, hey, dit heb ik nog gemaakt, dit heb ik nog gemaakt. Dus als jij denkt van, hey, weet je, ik heb al 5, 6, 7, 8, 100.000 afleveringen niet gekeken van Sam. Dan is dat het moment om even bij te komen. En kijk wat ik allemaal heb gemaakt in die aflevering. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Check jullie morgen weer. Laatste aflevering. Bedankt voor het kijken. En ik zeg peace.